Ik heb ook eerst een plan gehaald om, om een heel gedetailleerd te regelen hoe ik de aarde moet worden besteld, in de muziek en nou niet de aarde, want ik moet natuurlijk gecremeerd worden. Maar heb jij bepaald bijvoorbeeld wat voor liederen en wie er komt spreken? Nou eerst er... dacht ik dat, moest ik dat ik dat ging doen. Ik heb zelfs nog gedacht dat ik een leuke video van tevoren zou maken. Waarin ik nog eens even <laughs> kort zou uiteenzetten. Wat ik al zo denk van de wereld en de familie. Van twee uur minimaal. Ja, zeker. <laughs> ja, ja. Zeker, Het ja. verlos kunt u mij horen? Even niet vergeten aan het begin te vertellen. Dat er dus, als mensen 20 september, dat is dinsdag. Als ze dan nog, ja. als ze dan nog niets te doen hebben, dan zijn er nog een paar, ik weet niet hoeveel, maar volgens mij nog. 9 of 8, 8 kaartjes voor de voorstelling. Als je het leuk vindt om erbij te zijn bij de podcast en de laatste kaartjes te scoren, dan check even onze show notes. De beschrijving bij deze podcast is dat, want daar staat een linkje. Ik heb één introduceren, dus één kaartje. Oh oké, okay. dan zijn het er nog zeven. Oké, okay. dan zijn het er nog zeven. Ja, je weet dat altijd een bepaald percentage ziek is. Besluit toch maar niet te gaan. Ja, 10% eh, heb ik gehoord. Lekker brand heeft, nou ja, maar dat soort van dingen. Ja. Dat is ook bij inschrijvingen voor werkcolleges ook al hetzelfde liedje. Zoals de lijst was vol. Dus dan kon je nog een reservelijst En dan van de volle lijst komt gewoon gegarandeerd inderdaad de procent of die niet op daar. Ja. ja, en bij colleges was het denk ik wat meer. Ja, die zijn vrij, dus daar je, daar was, je was niet verplicht om te gaan. Maar het was niet zo dat je aan het einde zo'n lijst liet rondgaan even aftekenen als je er bent. Nee, nooit. Overigens werkte dat ook niet hè. Want dan tekende je gewoon af voor je buurman of voor je vriend. Ik heb dat nooit gedaan. Oh, dat was denk ik HBO-achtig. Ja, ze zijn natuurlijk in het, in het academisch onderwijs ook steeds meer overgegaan tot verplichtingen. Ja. Terwijl ik ze zei, ja, je bent niet meer leerplichtig. Dus ja, waarom zou je? Als je het college leuk of interessant vindt, moet je er vooral heen gaan. En als je, zoals veel studenten natuurlijk, de spullen overschrijft van iemand anders, dan, dan kan dat ook. Ja. Als het maar overschrijven van iemand die het goed genoteerd heeft, wat weer een heel andere kwestie is natuurlijk. We gaan het trouwens hebben over Europa. En dan kunnen we ook uh, Victor Orban even de revue laten passeren. Hè? Want ja, dat is ook Orban ook. is nu net. Uh, ze hebben net besloten 7,5 miljard niet over te maken naar Hongarije. Ze zeggen rijkelijk laat en volkomen terecht. Niet waar het land is diep corrupt. Ik geloof dat de EU-gelden ook gebruikt worden voor de voetbalvereniging uit het dorp van Orbán. Ja, allemaal vrienden krijgen ja, geld, ja. Ja, Dus dat het allemaal jacht is. Okay. Dat is toch eigenlijk. Je kunt dan nog zeggen, nou, ik heb niks met de, met de liberale democratie, zoals Orbán zegt. Hè. We moeten naar een illiberal regime in feite. Maar als je dan toch een voorbeeld wil stellen, je wilt dat het anders is... Waarom dan die diepe corruptie waar dit soort van personen altijd toe overgaan? Ja. Voorkomen nutteloze objecten. Eh, naar geld rij aan vrienden en kennissen. Het bevoordelen van, van, van kameraden die grote ondernemingen leiden. Het is altijd hetzelfde liedje bij dit soort volk. Ja. Het lijkt wel in de volksarten zitten daar. nou ah, dat, ja, dat is een beetje dat Hongaren per definitie oprichters zijn. Nou ja, het hele gedoe, gedoe daar in het oosten. In Oekraïne is dat toch ook zo? Zeker, en nou, in Rusland is het natuurlijk ook zo. Oekraïne schijnt wat iets verbeterd te zijn. Maar ook voor de Oekraïne lijkt mij nu ook geboden. Hè, nu ze op grote schaal internationale assistentie krijgen. om ook werk te maken van dit aspect van die samenleving. Om die, die corruptie in ieder geval enigszins terug te dringen. Eh, ja, of je dat kan zeggen dat het nou in de volksziel verankerd zit. Vind ik, vind ik vrij betrekkelijk ver gaan. Je kan ook zeggen dat het in, in lieden die iets te vertellen hebben. of in de besturende elite. Dat het daar vaak een, een endemisch kwaad is. Dat, dat men daar het min of meer als normaal beschouwt. Eh, om, om vrienden en kennissen vooral terzijde te staan. in de, in de harde strijd tegen het menselijk lot. Maar dat heet, kun je ook. daar is een term voor, cliëntelisme. En dat begint natuurlijk in feite al, al in België. Hè? Ja, god, als je neef. Eh, kun je ook zorgen dat je neef een prettige baan krijgt. die goed betaald wordt en zo. Het aantal landen wat niet corrupt is, of, of de minst corrupte landen, dat... Uh, nou ja, ik wil nou verder weer niet iets flauws zeggen over Limburg, maar we weten allemaal dat het cliëntelisme daar in feite ook uh, vrij diep verankerd is. He? Dat je, ja, dat je, uh, je politieke leven is verbonden met een netwerk van, van kennissen, vrienden, familieleden die, nou ja, die je wel eens een bordje toewerpt, bij wijze van spreken. Het minst corrupte land, er worden lijsten bijgehouden van corrupte landen. En het minst corrupte land ter wereld is Finland. Vandaar ook dat ik vond dat dat dansen van die minister-president eigenlijk ook als een vreugdedans kan worden gezien. He, voor het feit dat Finland verder wel een tip-top land is. Ja. Even afzien van die muggen dan. Zijn er veel muggen? In Finland, oh, verschrikkelijk. Dat heb, heb je al eens verteld inderdaad, dat er veel muggen is. Ik begrijp dat dat ook een enorme rem is op het zomerse toeristenverkeer. Dat is een ontzettend. Als je natuurlijk even naar de kaart van Finland kijkt, dan zie je hoeveel meren er in Finland zijn. Hoeveel stilstaand water er in Finland is. En nou, daar, daar nestelen die knutten of knotten of hoe ze mogen ja, heten. Daar. Ja, je kunt je natuurlijk insmeren met dat spul, hè? Ik weet niet, want als je dan, dan lig je in bed ingesmeerd met dat spul. En dan en dan voordat je in slaap valt, je denk je, ik ga hem toch, je knipt het licht aan en je gaat erachteraan. Maar nee, het is een heel frustrerend geluid. Hoe heet dat, zo'n zo klamboe? Kun je daar niet in gaan slapen? Ja, ja door mijn kleinkinderen op Texel. Die hebben zo'n klamboe. Ja, Die had ik niet bij de hand. Nee. Ik heb ze tenslotte allemaal doodgeslagen. En verder ben ik een heel diervriendelijk mens. Bijzonder empathisch, maar de, ja, bij de muggen denk je toch, oké, okay, ze komen mij toch steken, dus ik, ik mag er wel eentje doodslaan. Ja. En je moet ook oppassen dat je niet die langpootmuggen, die kunnen totaal geen kwaad, die knisteren maar een beetje rond en die maken een volstrekt hulpeloze indruk. Maar het zijn die, het zijn die betrekkelijk kleine muggen die de echte steekmuggen zijn. Ja, ze leven van je bloed, hè? Uh, ja, ik geloof dat ze dat nodig hebben ook om, om hun voortplanting te, te regelen. Ja. Is het zo dat ze eerst... Ik heb verder niks tegen... Ja, die beesten kan er ook niks aan doen. Nee. Het is een, een genetische erfenis natuurlijk. Ja. Maar ik heb het wel eens gehoord, ze steken eerst en dan komen ze de volgende nacht terug om het bloed te halen. Daar geloof ik geen flikker van. Ik <laughs> vond dat ook wel heel sterk. Dat lijkt me echt volstrekt een nonsens. <laughs> Wat, waardoor het jeukt is omdat ze uh, een soort van spul injecteren, waardoor dat bloed uh, verdunt wordt en door hen opgenomen kan worden. Ja. En dat schijnt te, 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 te kriebelen, te jeuken. Ja, ja. Ja, want dat is het vervelende dat je daar jeuk van krijgt. Maar dus dat, dat zoemen van die beesten dat, dat is toch wel verdomd irritant. Ja. Trouwens, Orban, ik begreep wel dat hij nog een kans heeft om alles uh, uh, te repareren. Nou, laat hij die kans dan gebruiken. Het is vaak zo, naar het schijnt, dat lees ik altijd bij Caroline de Guiter, dat. Nee, dat waren meer de Polen dan de Hongaren, geloof ik. Dat ze toch vaak bakzeil halen. Eerst hebben ze een grote mond, dat gaan we niet doen. Het dwang van Brussel, het is schande enzovoort. En dan dat ze toch na enige tijd geruisloos doen wat er gedaan moet worden. Maar ik geloof dat dat eerder de Polen dan de Hongaren waren. Ja, wel opvallend dat het de eerste keer is dat de Europese Commissie zo ver gaat, volgens mij. Hè? Nou ja, nou, het is ook vrij bruin gebakken natuurlijk. Dus ik, ja, ik ben er een warm voorstander van. Ja. Nou, 7,5 miljard is niet niks, dus je zou toch zeggen dat moet iemand toch wel bewegen om iets te gaan doen. Ja, hij zal daar weer een heel theater van maken: dat hij, dat hij natuurlijk gediscrimineerd wordt. En dat het schandelijk is. En dat hij de enige slachtoffer is. Nou ja, ja God, zijn, hele, zijn hele repertoire zal ongetwijfeld ingezet worden. Laten we ook bij dit alles niet vergeten: ja, laten we het ook maar even beledigend formuleren: dat Hongar Hongarije natuurlijk een ongelooflijk klein kloteland is. Ik geloof dat er eh, misschien 9 of 10 miljoen Hongaren zijn. We moeten ons er ook weer niet al te druk over maken. Het is, het is een, eigenlijk is het een soort mug. Hè? Het, het, is, het is een enorm irritant ding, dingetje. Eh, wij, de, 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 de Europese Unie zal er niet aan overlijden. Zo meer of minder als wij aan een muggerbeten overlijden natuurlijk. Eh, dus misschien moeten we het iets proberen te negeren. Oké. Okay. Heb jij 416 pagina's gelezen over Seward en Deloitte? Dat... Nee, gek genoeg heb ik het boek cadeau gekregen bij de, bij de politieke pubquiz. Het rapport van Deloitte bedoel je? Nee, dat rapport heb ik sowieso niet gelezen. Okay. Ik dacht dat het boek wat, wat Follow the Money. Oh, dat is toch ook nog. geschreven ja. over ja, Seward. Ja, ja, ja. Ja. ja, ook daar geldt. Ik vind het allemaal heel verschrikkelijk. Maar ik beperk mij tot uh, krantenartikelen ter zake, omdat ik Seward ook ja, sorry. ...nog minder belangrijk vind dan Orban. Ik bedoel, ook op het niveau van de mug. Het is een hele vervelende zoom in de mug. Maar ja, het beste, ook bij die muggen kun je gewoon je oor dicht doen. En dan hoor je hem niet. Dus dan weet je ook niet dat hij er is. Ja, Maar ook als je weet dat het rapport 6 miljoen aan belastinggeld heeft gekost... ...vind je dat dan nog nou, steeds... Nou, dat vind ik belachelijk. Ik had, ja, dan had ik sowieso al geen grote, hoge voorstellingen van... ...de efficiëntie van Deloitte en, en vergelijkbare bedrijven... Dat zijn natuurlijk ook meesterlijke urenschrijvers eerste klas. Ja. Ja, dus bij elke windlaan schrijven ze weer een flink, een flink bedrag op. Ja. En dan volgens mij de, de laagste in de rang, die, die, daar rekenen ze al 260 euro per uur voor. Ja, dus ik, eh, is, is er veel duidelijk geworden wat wij eigenlijk niet wisten. Nee, dat is het juist. Het, het, is, een beetje, het is iets rommeliger geworden dan wij dachten dat het eruit zag. En wat ik erg miste was dat al die verhalen die ik al eerder had gelezen, namelijk dat de ambtenaren tegen de minister of, of de, tegen Van Rijnt, die toen geloof ik staatssecretaris was, of nou ja, tijdelijk, hè, hadden gezegd: We hebben die boel helemaal niet nodig. Het is echt, het, doe het niet. Het is echt nergens goed voor. Maar dat zag ik hierbij niet, niet dat werd hierbij niet duidelijk gemaakt. Nee. En nu blijken sommige mensen het weer wel te hebben geweten en anderen juist weer niet, enzovoort, enzovoort. Ja, het feit, dat feit het... is natuurlijk dat in de publieke opinie Sievert voortdurend beweerd heeft dat hij dit om niet deed. En om de mensheid te helpen. En dat hij vervelende tweets stuurde als het ministerie niet opschoot. Eh? Ja, toen heeft de jongen heeft gezegd tegen de topambtenaar, Ga toch eens met hem praten. Ja. Want je kunt hem beter, we moeten niet met zijn. Stel dat hij maskers gaat inkopen, gaan we concurreren met onze eigen inkooporganisatie met zijn inkoopgenoten. Ja, goed, het had nooit moeten gebeuren. Het, is, nee. het was natuurlijk een verwaarde situatie en er stond er natuurlijk druk op, dat begrijp ik allemaal wel. Maar het had niet moeten gebeuren. Ja. Nog en, het feit dat Sievert dat gedaan heeft, nietwaar? Iemand die al jarenlang poseerde als een soort van vervanger van de Heer Jezus op aarde in de talkshows, dat <laughs> maakt de zaak wel extra pijnlijk, natuurlijk. Ja, dat jij... het gewoon een schijnheilige oplichter is. Ja, nou, hij was er heel daar heel snel. komt hij ook niet vanaf. Nee, Precies dat is. Hij is natuurlijk helemaal beschadigd door. Uh, door ja, de... nu is hij multimiljonair. Wat was natuurlijk weer gillend rijk? Ja, daar dat 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 waren zijn hele leven zal het de macht volgen. Ik, als ik hem een, een tip mag geven, joh, emigreer. Eh, want je zult hier eeuwig nagewezen nage worden, je kinderen ook. Het is gewoon heel vervelend. Ja. Wist jij dat Omzicht daar ook nog een rol in heeft gespeeld? Want die komt ook een paar keer terug in het rapport. Nee, dat wist ik niet. Omzicht uh, die, die zat natuurlijk in dat CDA-clubje toen nog. Maar Siebert, natuurlijk, ook in de programmacommissie, volgens mij zat. En Siebert heeft natuurlijk gezegd: Hey, Pieter, is dit niet leuk voor jou om, uh, om maar mee te helpen? En dat vond de omzicht volgens mij wel interessant. Dus hij heeft meegeschreven aan teksten die gemaakt moesten worden. Ja. Hij heeft ook een bestuursfunctie aangeboden gekregen in die stichting, die hulptroepenalliantie. Alliantie, maar dat heeft hij niet gedaan. Um, dus, nou ja, de... Maar was dat, was, betekent dit dat Omzicht ook op de hoogte was van de. Nee, dat was dus van wel een vraag. de belangrijke winsten die op dit pro-product, nee. want het is nooit gebruikt, heb ik begrepen. Nee, precies. Die, die maskers bedoel je. Ja, ja. nee, Omzicht ja, is nou, niet ik dat er sowieso miljarden over de balk waren gegooid voor beschermingsmiddelen. Omdat er natuurlijk zeker in het begin ook paniek was dat we die eigenlijk niet hadden. Je geld weer, dat er jarenlang gewaarschuwd is voor een pandemie, zorgt dat je de boel op orde hebt. Een eh, soort dat er voorraden van die spullen zijn, zo moeilijk is dat niet. En toen het puntje bepaald was, kwam, waren ze er niet. Mm. Eh, voor strooizout, dat hebben we toch ook liggen in. Eh, voor het geval dat. We hopen natuurlijk nu dat er helemaal geen winter komt, maar als er mocht er toch eentje komen, dan is er strooizout. Je hebt die foto's wel eens gezien, van zo'n loods met, ja, met honderden, zo niet duizenden tonnen strooizout. Ja. Nou, als we dat kunnen, waarom zouden we dan in dit geval zo hopeloos gefaald hebben? Waar zou dat strooizout vandaan komen? Ik weet niet, volgens mij is het niet, niet geraffineerd zout. Het, 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 maar, ja, ik heb het eigenlijk nooit geproefd. Nu je het zegt, moet ik misschien bij komende winter, als er weer gestrooid wordt, dat je eens een handje strooizout naar binnen werkt. Hè? Het is niet wat je ook op de frietjes doet. Nee, daarom zeg ik, ik denk dat het niet, niet geraffineerd is in de zin dat het niet schoongemaakt is. Nee. Nee. Maar daar hebben we er genoeg van. Als je die wagens ziet rijden, dus die ja, we zijn prima door. voorbereid. Op ja. het punt van strooizout zijn we goed voorbereid. Dus als ja. je op strooizout goed kunt zijn voorbereid. Waarom ben je dan niet voorbereid op een pandemie? Dat ja. waren we dus niet. Ja. En dan komen we weer terug op ons klassieke punt: van, van eh, wat eigenlijk een steeds duidelijker rol speelt. Dat de Nederlandse overheid niet best functioneert. Nee, nee. Nou, en dat is natuurlijk interessant in dit hele onderzoek om te zien, hè, hoe dus uh, de top van VWS, hoe de, daar dus ook oneenigheid is. Hè. Een minister die zegt, je moet het wel doen op topambtenaren die het dan maar doen. Omdat die. Uh, volgens mij zei je een topambtenaar tegen Hugo de Jong op jouw verzoek ga ik knuffelen tussen aanhalingstekens met Siebert. Waarmee die bedoelde, dan ga ik met hem in gesprek. Ja, dat sowieso dit. He, als, de hele situatie, laten nou, we er een lijstje omheen zetten. Je kijkt naar het schilderij wat in het lijstje zit, en dan moet je toch zeggen, dit deugt niet. Daar zijn redenen voor, dat is begrijpelijk, deels is het uitlegbaar, maar de hoofdrolspelers hebben zich niet gedragen zoals ze zich hadden moeten gedragen. Ik zwijg nu van de allerbelangrijkste hoofdrolspeler, nietwaar? De schijnheilige kletsmajoor Seward. Ja. Nou, hij zei wel, ik heb wel een fout gemaakt, in dat ik niet duidelijk heb gezegd: van dit gedeelte gaat via de BV en daar wordt dus winst van gemaakt dit gedeelte gaat via de stichting. Ja, en dat zegt hij nu natuurlijk, omdat er een grote rel ontstaan is over die hele kwestie. Maar dat hadden ja. we nooit gehoord natuurlijk, als die rel niet ontstaan was. Ja, nou hij was zelf toch, zag je in zijn uitingen, erg tevreden en blij met het rapport. Omdat hij zei van ja, daar staat eigenlijk in dat we juridisch niets verkeerd hebben gedaan. Nee, daar hebben we het al eerder over gehad. Ik denk die twee rechtszaken zijn te winnen van Randstad en, en nog zowat. Van die lui die dus ja. om niet geholpen hebben, terwijl het niet om niet ging. Dat, maar dat die, de winsten die ze gemaakt hebben, denk ik, die blijven juridisch buitenschot. Ja. Het OM gaat wel nog door met het onderzoek hè? naar in ieder geval de personen. Volgens mij de stichting, dat hebben ze geseponeerd voor Ja, week. dus dat, ja, dat, dat er natuurlijk toch van misleiding sprake is geweest, is vrij evident. Of misleiding ertoe kan leiden dat je een op zichzelf, naar ik begreep normaal contract eh, als, als onjuist of, of half crimineel kunt beschouwen, dat weet ik niet. Nee, nee. Maar feit is wat je zegt, het rapport is vrij onbevredigend. Volgens mij werd er meer van verwacht van de uitkomsten. Nou, zoals zo vaak, als je dingen gedetailleerd onderzoekt, blijkt het ingewikkelder te zijn, ja. onduidelijker, verwarder. Uh, ja. Mensen, vaak allerlei mensen, die niet per se het kwade wil hebben gehandeld. Behalve dan zien we het natuurlijk. Uh, ja, ik vind, ik vind toch, toch sowieso, zie het komt hier niet weg, is nee. mijn gevoel. Nee. Het is toch heel bedenkelijk wat hij gedaan heeft. Ook die, 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 die geluidsrestanten die we gehoord hebben, daar zie je toch ook dat, het, dat ze verdomd goed wisten. Dat ja. ze bezig waren met ze doen wat niet deurde. Ja. En toch dat onderzoek 6 miljoen, dat is toch wel, ja, hoe we de, daar gaan natuurlijk veel uren nee, in ja, zitten. Ze maar... zeggen, laat dat ook een waarschuwingsvlag zijn voor het inroepen van dit soort van instellingen. Ja. Ja. Dit is ook zo'n consultancy. Doe het niet, doe het zelf als u mensen moet ontslaan. Eh, huur geen consultancy in om uw vervelende karweitjes op te knappen voor een hoop geld. Doe het zelf. Dan is het in ieder geval een stuk goedkoper. Ja, nou hebben wij volgens mij best wel veel mensen die luisteren. die ook bij zo'n consultancybedrijf, groot of klein, werken. Ja, misschien zullen ze wel zeggen: hij weet daar niks van. Het zijn hele belangrijke bedrijven. Ik geloof daar geen donder van. Eerlijk gezegd. Ze worden toch vaak naar binnen gehaald om een bepaalde ja, strategiewijziging door te voeren? Ja, want dan doen zij het. En dan blijft natuurlijk de, 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 de leiding van het bedrijf of wat het voor instelling ook is, die blijft natuurlijk buitenschot. Of althans, die blijft gedeeltelijk buitenschot. Ja. Niks zo vervelend als mensen te moeten ontslaan. Maar is het voor zo'n Deloitte nou goed dat ze hiermee in verband worden gebracht? Nou, dit, dit verband. En zeker gezien de prijzen en het resultaat lijkt het maar geen reclame, eerlijk gezegd. Nee. Nou, uh, dit, ik, ik vermoed dat, dit, uh, dat we hier nog wel iets van gaan horen, want dit blijft natuurlijk een soort van never-ending story. En heb je dat boek al gelezen, van de, van de quote? Nee, dat ga ik ook niet lezen. Oh, dat ga je niet lezen? Nee, okay. ik vind het niet belangrijk genoeg, zoals ik al zei, het is nee. een beug. Ja, oké. Okay, Vervelend, dus dat... het zoemt, maar, maar het is een murg. Ja, dus dat boek dat uh, gooi je of weg, of geef je het dan weer door aan iemand anders? Nee, ik doe het cadeau aan mensen, Een <laughs> heb een stapeltje. Waarvan je denkt, die vinden dit wel interessant. Ja, of die, die denken, dat wil ik wel eens doorbladeren of zo. Ja, ja. Ik vind het zelfverdienstelijk dat het boek geschreven is, zo niet. Maar ik, ik heb gewoon... Er zijn gewoon veel en veel belangrijker boeken om te lezen dan een boek over Seward. Ja, ja. Vind je, uh, de... is niet veel meer waard dan 2400 woorden. Nee. Vind je de Britse koningin belangrijker dan Seward? <laughs> nee, eigenlijk niet. Ja, <laughs> daar moeten we een ingewikkelde discussie over voeren. Maar ik vond toch dat, eh, nou het omslag van Economist van deze week, dat was eigenlijk vrij passend. Daar zit helemaal boven rechts bovenin een klein fotootje van Elisabeth. En laten we zeggen dat het hoofdplaatje voorop is, zijn twee Oekraïense kanons die op Russische oh, posities ja, ja. schieten. Ja, ik vind het dan wel <laughs> lichtelijk lachwekkend dat dat nieuws over het Engelse koninklijk huis met alle onbeschrijfelijke minimale kletskoek die daarbij hoort. Dat dan toch uh, tijdelijk eigenlijk dat de Oekraïnse offensief uh, verduistert. Uh, dat dat ineens op de tweede plaats blijkt te komen, ook in nieuwsuitzendingen en zo. Dat vind ik echt volkomen idioot. Ja. Er waren toch ook mensen die schreven ons: die zeiden, ja, uh, jullie zitten ons uit te lachen, wij zijn een rouw en jullie zitten daar een uh, komisch verhaal te vertellen. Ja, ik kan niet anders zeggen dat dat, want dat komische verhaal ging niet over Elisabeth. Bij, als, God, als u een traantje weg wil pinken van mij, mag het, al vind ik het een. Een raar traantje. U kent die vrouw helemaal niet. U heeft haar nooit ook uit de verte gezien. Het was bovendien niet onze koningin, maar de koningin van Engeland. Dus het is wel een beetje van die... Het zijn er wel een beetje mediatranen. Dus dat... dat ik, ik vind het... U mag... Ik veroordeel het niet. U mag dat best doen. We hebben u niet uitgelachen. De, de, de opwinning, of nou zeg de hilariteit... Van ons was vooral gericht op de manier waarop de media hierop reageren. Ja, ja. Namelijk buiten alle proporties. Alsof, <laughs> alsof de planeet op barsten staat. Alsof, alsof een van de allerbelangrijkste wereldleiders ons ontvallen is. Aanzagen we het al jaren aankomen natuurlijk. Niet waar dat haar conditie niet, niet ideaal goed was. Dat is punt 1. En punt 2 is het een symbolisch koningschap. Ja. Het is een ceremonieel koningschap. Het heeft niets te betekenen. Als Engeland tussen 1952 en nu uh, zes verschillende half-alcoholische koningen had gehad... dan had dat verder niets uitgemaakt over de rol die Engeland in die jaren in de wereld heeft gespeeld. Ja. Maar nu was het een anker van de natie en nou, ik weet dan maar niet wat voor flauwekul. Ja. Maar dat mensen toch een dag in de rij gaan staan om maar de laatste eer te bewijzen. Een dag. Meer dan een dag, begreep ik. Oh, nog langer zelfs. Ja. En dan wordt er nu weer bericht, dat is ook gewoon op, op, op teletext en zo. Dat, dat Harry en, 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 en die William er ook bij zijn gaan staan. Of dat, dat Karel III ja. de en, en dat die, En dan was ook zo gek: Karel I en Karel II. Dat is, dat is apart volk hoor. Karel eerste is onthoofd. <laughs> dat is al punt 1. En Karel II was zo'n beetje de meest overspelige vorst die, waar ik ooit een verhaaltje over heb gelezen. Ja, maar toch, het is de eerste, misschien is dat dan als historisch interessant, weet ik niet, dat moet jij maar aangeven. De eerste Britse staatsbegrafenis sinds Churchill, volgens mij. Dat zou wel hier... het geval zijn. Churchill is geloof ik overleden in 62 of zo. 65 heb ik begrepen. Dat oh, is was de begrafenis. nog ouder dan ik al dacht. Zo oud, was hij 90? Dit is wat Churches, de Churchill was bereikt. van 1875, als ik het wel heb. Dus als die in 65 begraven is, dan, dan is die toch 90 geworden, of bijna 90. We zoeken dit op, maar dit is wat de NOS meldt vandaag. Ah, ja, dat zal wel waar zijn, staatsbegrafenis. Voor mij mag het. En bovendien, ja, je begrijpt, als, nou, als iemand zegt, dit is wel prijzig, dat misschien de media ook wat in de pot leggen. Hè? Dit, is wereld, dit wordt wereldwijd uitgezonden. Hè? Want dat is het gekke natuurlijk, dat we toch een beetje doen... Alsof Engeland nog is wat het in 1952 was. Ja, precies. Toen was het al een aftakelend empire natuurlijk, dat zeker voor degenen die. En was we wel nog zo'n 70 landen die erbij hoorden, hè? Ja, en nu, nu wordt nu toch ook weer. Het, het lijkt wel of het toch nog een schim is van, van van het Engeland wat laten we zeggen van de 19e eeuw en en de eerste helft van de 20e eeuw dateerde. Dat heb je het gevoel, want ja. Maar ja, zou ze ervoor dat morgen de Deense koningin doodgaat? Is toch ook een koningin, of niet? Ja, ja. Zouden we dan ook een wereldwijde staatsbegrafenis krijgen? En, en, en de prinsjes en de, en de kinderen van de prinsjes. En, en dat ook die mensen die nu dan een traan die hebben gerouwd om Elisabeth, gaan die ook rouwen over de Deense koningin? De Zweedse koningin of de Noorse koningin? Of, of gaat u. Ook, nou ja, Willem-Alexander, dat wordt al heel wat huilen natuurlijk. God, oh, daar, daar zal ik niet bij zijn. Dus, uh, ja, het is, ik, ik wantrouw ook het verdriet over iemand ja, die, die ver van je af staat. Ja. En ze heeft alles uh, tot in detail heeft ze bepaald zelf. Hè? Dus ze heeft gaan zitten een keer. Nou ja, dat is mooi. Dat is ook een houding die je kunt hebben. Ik zou zeggen: we maken tijd wat er gebeurd is, door dood ben. Ja. Dus ik heb ook eerst het plan gehad om, om een heel gedetailleerd te regelen hoe ik de aarde moet worden besteld. En de muziek, nou niet de aarde, want ik moet natuurlijk gecremeerd worden. Dan begraven ze ook grote flauwekul. hè? Ja, want zij wordt in een kist gelegd in zo'n in in zo zo crypte, hè. Ik weet niet of je die crypte daaronder de Nieuwe Kerk in Delft wel eens hebt gezien. Nou, daar wil je niet liggen. Hè? Op beelden wel eens, ja. Daar wil je niet liggen. Ik ja. heb beter gecremeerd worden. Het was toch vol nu ook daar? Ja, dat was, zijn we hebben hem nu uitgebreid. Ze kunnen er nog even tegenaan, als ik het allemaal goed begrepen heb. Maar zijn wel toch in een crypte, vreselijk. lijkt me echt verschrikkelijk. ze zijn ja. langzaam liggen te, liggen te verdrogen, zou ja. ik nou maar zeggen. En in een gezondheid cremeren vind ik dat die, die mooie kist, dat die dan ineens ook verbrand wordt. Nou, ten eerste, worden de dingen, die, die hengstels en zo die eraan zitten, die worden weer af, weer afgeschroefd. Ja. En je kunt er een kist van waaibomenhout bestellen. Ja, dus je, dat is waar. Je hoeft helemaal geen zederhouten kisten te bestellen. Je kunt, je kunt echt nogmaals, waaibomenhout is prima. He, van mislukte populiere hout, weet ik veel. Ja. Mogelijkheden maar, genoeg. Maar heb jij bepaald bijvoorbeeld wat voor liederen en wie er komt spreken? Nou, eerst we... dacht ik dat moest ik, dat ik dat ging doen. Ik heb zelfs nog gedacht dat ik een leuke video van tevoren zou maken, waarin ik nog eens even <laughs> kort zou uiteenzetten wat ik al zo denk van de wereld en de familie. Van de twee kennissen. uur minimaal. Ja, zeker. <laughs> ja. Zeker, ja. Dat de mensen echt beginnen te... Ja, ik, ik was, in het, uh, was in het theater in, uh, hoe heet het ook alweer, boven Karspel. Het theater, het postkantoor, vrijdagavond. En ik had van degene die dat programmeert, had ik een mailtje gekregen. Maak het niet te lang. Dus kennelijk is toch het gerucht doorgedrongen dat ik de neiging heb om eindeloos door te kletsen. Ja. Het is niet helemaal gelukt. Nee? Maar waar, waar nou, we wel... het schijnt dat de ideale tijd voor mensen die in een theater optreden is 90 minuten. Oké, okay, anderhalf uur. Ja, anderhalf uur. Ja. Maar dit lukt mij nooit. En dat is zonder pauze dan, hè? Ja, er is pauze. Dat we nooit om nooit aan pauzes beginnen. Ja. Meteen, je moet meteen voor elk optreden schrap de pauzes. Hè? Want de mensen drinken dan een glaasje in de pauze en dan zijn ze onrustig rustig. En dan moet je ze weer terug zien te krijgen in zeg maar, de concentratie. Nooit pauzes houden. De pauzes zijn hopeloos. Pauzes worden ook alleen maar gehouden voor de catering natuurlijk. Ja. Omdat dan zo'n glaasje wijn er wordt goed aan verdiend. Ja. Maar heb jij doordat mensen een beetje ongerustig worden als het te lang duurt, dat het een beetje beginnen. Nou, in enkele maal, vooral als ik, als ik het dan langer dan 2,5 uur laat duren, dus dat is lopen te, mensen willen ze weg dan? Te, ja, en dan ze zijn nou excuseren zich keurig, dan zijn ze, de oppas die moet om tien uur weg of weet, maar ja, zoiets dergelijks is het meest. De laatste bus naar die check dat deel, moeten we zien te halen, dat, Daar heb ik alle begrip voor. Ik heb ook al gezegd dat je weg moet, doe het rustig. Maar dan maken wij het toch even af. Ja, nou ja, sommige dingen kun je ook niet uh, te snel doen. Dan moet je grondig natuurlijk uh, bespreken. Nee, vaak kom ik aan het hoofdonderwerp pas toe als het, het laatste kwartier is aangebroken. Maar goed, ik vond het wel amusant dat ik een mail krijg van maak het niet te lang. Hm. Ja. Nou, ik heb ook gehoord dat door corona dat, mensen, dat die spanningsboog veel korter is geworden. Nou daar heb ik altijd begrepen dat de spanningsboog van een volwassen persoon is 12 minuten. Oh, kijk. Nou ja, dan, uh, dan zit je met anderhalf uur ook wel erboven, natuurlijk. Dus, uh... Ja, nou maar goed, het ze hoeven ook niet voortdurend. Dus ze kunnen best eens even wegdoezelen. Of, uh, ja. op een, als ze maar niet zichtbaar op hun horloge kijken, vind ja. ik het allemaal prima. Nog één dingetje wat ik wel interessant vond aan dat hele koningshuis... is dat zij natuurlijk, volgens mij hebben ze 28 miljard vermogen... 30 paleizen, 600 Da Vinci-tekeningen. <laughs> maar ze doen zich voorkomen alsof het hele normale burgers zijn. Hè? Volgens mij, Kate en William gingen de kinderspullen bij Ikea halen... De paradox van het moderne koningschap is dat ze volkomen abnormale levens leiden. Zoveel is natuurlijk wel duidelijk. Maar dat ze zoveel mogelijk moeten proberen om, om gewoon te zijn. Hè, dat is dus een hele interessante permanente spanning tussen het idiote leven... wat ze noodzakelijkerwijs moeten leiden als ceremoniële vorsten en staatshoofden... En, en de eis om zo gewoon mogelijk te doen. Ja. Charles bewaarde ook de kliekjes, want hij zei: zonde om eten weg te gooien. Ja, dat verbaast me niks van een zijkneus. Zou ik ook niet, zou, zou ik helemaal niet doen. Zou, 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 ik zou steeds denken op 36 miljard. Dan hoef ik toch niet de gebakken aardappelen van gisteren te bewaren. Nee, en, en de koningin die had schijnbaar een kacheltje om de kamertjes mee te verwarmen. <laughs> dat is typisch voor Engeland. Ik heb daar wel eens gelogeerd met mensen. <laughs> Midden in de winter. Dit was een Nottingham. En dan werd de huiskamer verwarmd met zo'n zo straalkacheltje, weet je. We hebben drie van die rode staafjes erin. En je zat daar van de nacht al de kou, man. <laughs> Beschrikkelijk gewoon. Ja, en deze vind ik ook wel mooi. Overigens zou dat deze winter weer goed van pas komen. Ik ken iemand die heeft allemaal kacheltjes in zijn huis nu staan. Ik weet niet of het erg efficiënt is. Het lijkt mij niet, maar... Ja. Nou, en het cadeaupapier met kerst, dat wordt dus uh, opgevouwen en uh, nog net niet gestreken om te bewaren om, om de volgende keer dingen mee in te pakken. Dus, en deze vond ik ook wel leuk, Vri Prins Philips heeft 74 jaar lang op dezelfde zwarte schoenen gelopen, wordt gezegd. Alleen de zolen hebben ze af en toe een keer vervangen. Nou ja, daar kan ik begrip voor hebben, want waarschijnlijk zaten ze goed en had hij moeilijke lekker, voeten. Hè? En je voeten gaan er niet op vooruit naarmate je ouder wordt, dus dan is het wel handig om dezelfde schoenen te kunnen behouden. Al koop ik gewoon een nieuw paar van deze, deze schoenen op het internet, die kosten 40 piek of zo. Dus dat lijkt mij, de, het verzolen van de schoenen van Philip denk ik was duurder dan 40 piek als je het mij vraagt. Ja. Kijk wat, wat we hier horen, dit soort van besparingsmaatregelen. Ja, dat heeft in een hoge mate een symbolisch karakter. Ja. Wij, hebben, wij hebben ook bij elke Sinterklaas dat dilemma, gaan we dat nou opvouwen, dat papier? En tenslotte raak je geïrriteerd en dan verfrommel je het allemaal in een vuilniszak. En je zet het Die is de volgende keer buiten om meegenomen te worden. Ja. Ik heb laatst gelezen wat, wat de Apple eraan verdient en wat de Chinezen eraan verdienen en dan... Moet je toch ook als Chinees denken, we doen iets fout, dit moet op korte termijn, moet dit veranderd worden. Want dit is een hele onrechtvaardige zaak en dat is het ook in allerlei opzichten. Maarten over de geschiedenis van China. Wat zich voltrekt in China en India en andere Aziatische landen is niet meer dan een onderdeel van datzelfde enorme proces wat ooit begonnen is tussen 1690 en 1750. Download het luisterboek via de link in de show notes.